Oudejaarsnacht in Nijmegen verliep rustiger dan vorig jaar. Tussen kleine verschillende incidenten vielen er twee op. In Neerbos-Oost werd de politie uitgedaagd en op de tunnelweg vond een mishandeling plaats van een 19-jarige man uit Gaven. Twee mannen van 22 en 26 jaar uit Nijmegen zijn door de politie aangehouden. Voor de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, wennen dit soort incidenten nooit. Nou ja, als je het vergelijkt met de vorige oude nieuwwisseling was het wel rustig qua incidenten. Maar ik blijf daar niet aan wennen hoor. In een stad als Nijmegen 43 uitrukken van de brandweer. Meestal van hele kleine brandjes. Hè. Mensen die wat hout naast een boom gooien. Een vuurpijl die in een vuilnisbak wordt gegooid. Maar het klopt toch eigenlijk niet. 6 aanhoudingen door de politie. Op zich ook nog allemaal geen grote dingen. Maar ik vind het toch nog wel een hele hoop. Als we dit elke zaterdagavond in de stad hadden, wat zeg ik, als we dit welke willekeurige avond in de stad ook, dan zouden we toch helemaal gek worden. Tijdens de Vierdaagse Week hebben we soms 200.000 mensen op een avond, op een dag in onze stad. En als je het daarmee vergelijkt, is Oudorp nu toch wel heel erg bijzonder. Wat wel goed werkt, is onze aanpak die we hebben geleerd tijdens de Vierdaagse, namelijk er gelijk bovenop. Wij spelen echt katenatje voor degene die voetbal thuis. En dat wil zeggen, als iemand denkt een aanval uit te oefenen, dan pakken we gelijk de bal af en gelijk eroverheen. We houden het echt heel erg klein en dat verklaart denk ik mede waarom het aantal incidenten wel kleiner is dan de jaren daarvoor. En ook qua grote incidenten zijn er twee die echt opvallen wat mij betreft. Dat is in eerste plaats in Neerbos-Oost helaas. Dat er toch een groep van een mens of 10 de politie heeft zitten uitdagen door brandstichtingen en containers in brand gestoken, een bushokje. Verder hebben ze het wel onder controle gehouden, maar dat zijn toch heel vervelende incidenten. En er was een geweldsincident bij de tunnelweg waar een steekpartij is geweest. Dat zijn de twee dingen die wel uitsteken. Ik heb doorgekregen dat in de Nijmeegse ziekenhuizen, dan heb ik het over Radboud en Canisius Wilhelmina ziekenhuis, een zevental mensen zijn opgenomen. Die zijn wel vanuit de hele regio. Dat zijn niet mensen uit Nijmegen alleen. Dus dan heb je het echt over de heel Rivierenland, Tiel en het Rijk van Nijmegen. En dat is natuurlijk bijzonder tragisch. Hè? Mensen die echt door eigen toedoen, heb ik begrepen, met vuurwerk hebben doen ontploffen. En dat bewijst eens te meer van doe het niet. Het scheelt je een hoop geld en ook een hoop schade. En vooral als je zo mensen misschien wel voor het leven worden toegetakeld. Dat is ontzettend tragisch en ontzettend zonde en zo onnodig.